FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Waterland en Omstreken. Na het indrukwekkende duel tegen koploper Feyenoord bereidt de Oranje Selectie zich deze week voor op het duel tegen Fortuna Sittard. Kelvin Twicht blikt vooruit en is blij weer volledig inzetbaar te zijn. Het gaat veel beter eigenlijk. Ik heb er nauwelijks last van. Het was even irritant, want het was op het moment dat ik in een volle strekking kwam. Dan schoot er een soort pijnschut door mijn lichaam heen. En we hebben het nog geprobeerd, maar het was echt niet mogelijk om mee te spelen. Dus dat is balen. Maar gelukkig, nu is het eigenlijk zo goed als over. Dus dat is top. De 20-jarige middenvelder beseft dat hij een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja, maar je gaat er ook wel een beetje in mee. Dus ik denk niet dat het echt beseft dat het zo goed gaat. Want je gaat gewoon mee in wat er gebeurt. Maar dat je even terugkijkt op hoeveel je al gespeeld hebt sinds de winterstop is wel mooi natuurlijk. Zijn langere blessure heeft hem gemaakt tot wie hij nu is. Ja, mentaal sowieso, dat durf ik wel te zeggen. En fysiek denk ik ook wel, want ik heb natuurlijk heel veel uren gemaakt in de gym. En dat hoeft niet altijd te zien te zijn aan de buitenkant, maar van binnen voel ik me wel heel sterk. En dat geeft je gewoon een goed gevoel. Ik sta natuurlijk vaak centraal op het middenveld gepositioneerd. En dan is het gewoon heel belangrijk dat je de aansluiting van het team bent. Dus dat je dicht bij de verdediging bent, dicht bij de aanval. En dat je het team bij elkaar houdt. En alle ballen die zeg maar in dat gebied vallen, moeten voor mij zijn of voor degene naast me. En dat is een beetje de rol. En natuurlijk veel meters maken voor het team, voor vuile meters. Om te zorgen dat je ballen kan onderscheppen of paaslijnen dicht kan lopen. Dus dat is het een beetje, denk ik. De jonge Volendam-speler is inmiddels gewend geraakt aan het grotere publiek. Ja, heel mooi natuurlijk om in zo'n stadion te spelen met zoveel toeschouwers. Maar ik moet zeggen dat als het spel begonnen is, dat je dat wel een beetje vergeet. En dat je gewoon vol focust op waar je mee bezig bent en dat is proberen die wedstrijd te winnen. En ik denk dat dat heel aardig lukte. Ik denk dat we net iets te snel de 1-1 maakten, waardoor dat publiek erachter ging staan en dan weet je gewoon dat het lastig wordt. Ik vond niet dat we in paniek raakten, maar je merkt natuurlijk wel dat het lastiger wordt als het publiek erachter gaat staan. Ondanks de nederlaag is het team geen sterk. De fans zijn daarin ontzettend belangrijk. Ja, ik wil niet zeggen dat misschien makkelijker is vrijdag, maar we spelen natuurlijk wel thuis. En dat is wel een groot verschil. Natuurlijk, de fans waren ook geweldig in de Kuip, daar niet van. Maar als je thuis speelt, zijn er toch meer fans. Het is toch je eigen plekje. En we doen het heel goed thuis, dus dat is positief. Twicht kent de Limburgse ploeg, maar onderschat ze zeker niet. Ik heb er wel een aantal wedstrijdjes van gezien. Er zit best wel veel energie in de ploeg. En ze geven veel druk af en toe naar voren. Maar het is een beetje een onvoorspelbare ploeg. Het kan heel goed gaan en kan wat minder gaan daarom. Maar aan onze taak om te zorgen dat het daar minder gaat. Twicht is gedreven de ongeslagen thuisstatus van 2023 te behouden. Dat idee heb ik wel. Ik heb wel het gevoel als wij thuis spelen dat wij al 1-0 voor staan bij wijze van spreken. Dus dat is ook een groot compliment naar de fans. Het is echt ons plekje hier al. En zo gaan we ook elke wedstrijd hierin. Dat niemand hier punten mee naar huis neemt. We hebben er volste vertrouwen in en we gaan er tegenaan vrijdag. De wedstrijd FC Volendam Fortuna Sittard is vrijdag live te volgen op ESPN2. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. De aftrap in het Krasstadion is om 8 uur.